Naar een ezelkamp. Kijk, en heb je hier de ezeltjes. Lig je lekker wel. Kijk, hier met Ties. Hallo meid. Hoe lief zijn jullie aan het slapen? Ja, hier is 1 euro. Ja, niet op je tenen staan. Ja, we hebben niet eens afscheid kunnen nemen. Hoi. Hoi. Welkom bij een nieuwe video van... Mama, Chelsea en Melissa. Ja, nu met Melissa. En vorige keer was het met Evie. Ja. En nu met Mel. Die is hier. Dat is ons nichtje. Ik heet geen Mel, ik heet Melissa. Melissa. En vertel eens waar we vandaag naartoe gaan. Naar een ezelkamp, weet ik veel. Ezelkamp? Ja, dat is zoiets. Ezelopvang. Dat hebben jullie al op mijn Insta gezien. Daar kunnen jullie het ook zien. Op TikTok staat ook een video trouwens. En dan gaan we Melissa even laten zien wat je daar allemaal kan doen. En wat voor leuke en lieve diertjes jij zijn. Nou, ik weet al sowieso dat paarden zijn. Nee, geen paarden. Nee, pony. Johnny de pony. Dus, zo, wat was dat? Dat was ik. Nou, we gaan er vandoor. Nou, hou je op! We gaan er vandoor, tot zo! Nou, we zijn bij de ezelopvang aangekomen. Kijk, en als je hier ezel al als eerste ziet, is een bordje. Met pas op ezels. En nu gaan we er eventjes heen lopen. We staan geparkeerd bij het hotel hier. We gaan er heen lopen en dan neem ik jullie mee naar de lieve ezels. Nou, we zijn er en ze zijn als eerste even naar de babykonijntjes gegaan. Die zijn hier ook geboren. Wat lief, hè? Ze zijn lekker zo snoezig, hè? Zo lekker zacht. Kijk, en dan heb je hier de ezeltjes. Zo heel druk. Die mag er niet uit. Nou, Melissa heeft al Johnny de pony gevonden. En hier staan al de ezeltjes. Kijk. Hey Chels, je had er toch een favoriet hier? Oh, daar is ze. Oh, daar is ze. Die Carmen. Ja. Dat is Carmen, ja. Die vindt het zo lekker om te knuffelen. En daar hebben we Ties, die grote. Dat is de grootste. En hier hebben we Carmen. Kan zo lekker knuffelen. Hey, hey. Ja. Mag je de pony ook borstelen? Ja, er liggen allemaal borstels staan waar die ezel voor staat. Ja. Hallo meid, zijn we weer hè? Carmen vindt het al zo lekker om te knuffelen. Hé meid. Ja, zo lekker. Zo lekker. Lekker knuffelen, hè? Ben je gewoon op de camera, op de vlog. Kijk, hier hebben we Ties. Sophie, ga er even liggen. We kunnen ook aaien. Daar gaat liggen. Kom. Oh, laat ze jou helemaal alleen. Nou, sta je dan, hè? Ik ga jullie even laten zien wat er nog meer is. Deze ligt lekker te slapen. Daar staan ze ook allemaal. Nou, dan kunnen we hier ook nog helemaal heen lopen. Dit is allemaal gedaan zodat ze niet aan de boomschors gaan knagen. Kippetjes, konijntjes. Oh, dat hebben ze ook mooi gedaan. Dat hebben ze wel veranderd, zie ik. Tenminste, ik had dit nog niet gezien. Kijk die zwarte. Zo leuk. Duifjes. Hallo. En dan heb je hier nog. Zo. Dus hier komen we net vandaan. En van de kippetjes. En dan draai ik me om. En dan hangt hier een heel leuk bordje overstekende ezels. Hier staan ezeltjes die vaak nog eventjes moeten wennen. Aan de andere ezeltjes. En dan hebben we hier heel fijn poep. Hoort er ook bij. En dan kunnen we nog meer doorlopen. Is heel leuk weggetje zo aangelegd. Oh, en dit is allemaal gedaan toen met NL Doet, die dag. Gingen we allemaal helpen hier. En hier hebben ze nu een heel leuk tuintje van gemaakt, zie ik. Dat had ik zelf nog niet gezien, vorige week ook niet toen ik hier was. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan. Nou, dan hebben we hier nog konijnen. Ik weet alleen niet, ik zie ze niet. En dan hebben we hier een heel groot, ja, zandbak, wil ik eigenlijk zeggen. En hier kunnen de ezeltjes ook lopen. En je kunt gewoon lekker op een bankje zitten. Hier op een bankje zitten. En dan loop je eigenlijk weer terug. Kijk, en dan heb je hier ook nog een stukje. Ja, je kan ook zo gewoon lopen. Dan kom je weer daar bij die kippen waar we net waren. Je kan ook zo lopen. Daar hangt zo'n ding, kunnen ze lekker aan krabben. En dan zijn we het hekje doorgegaan. Die doet Melissa weer dicht. En dan komen we weer eigenlijk in het veld waar we net zijn begonnen. Dus dan gaan we weer eventjes kijken naar de ezeltjes. Deze staan lekker te chillen. Oh ja, hier hebben we ook nog kippen. En deze ligt ook lekker. Ik heb een pompje van de zand.
dan? Er is geen bezig hier. Lig je lekker, Mel? Lief. Hoe heet die ook weer? Bonita. Oh ja, Bonita, ja. Daar gingen we toen ook eten voor maken. Zijn jullie lekker aan het borstelen? Ja. Ik zie het, ja. Vind je het wel leuk, Mel? Ja. Kijk, hier heb je dus die bak met borstels. En dan kun je gewoon lekker de ezeltjes gaan borstelen. Net zoals Melissa nu weer aan het doen is. Volgens mij kan je de hele dag hier borstelen, of niet? Ja, dankjewel. Ja, we staan hier lekker te eten met z'n allen. Super schattig. Lekker smikkelen. Eet smakelijk. Hier staan ze ook. Lekker te eten. Nou, dan gaan we weer naar Johnny de pony. Die is ook lekker aan het eten, denk ik. Ja. Oh, lekker. En er loopt ook nog een kat hier. Dit is een zwarte, er loopt ook nog een rode. En die andere weet ik niet. Volgens mij is die bruin-zwart. Nou, de kinderen zien die skippiebal liggen daar. Die had ik net al gefilmd hier op dat grote veld. Gaan ze met de skippiebal? Oh, zo op jou, joh. Schieten naar mijn lis. Zachtjes? Ja, gewoon schoppen. Schoppen. Zachtjes. Zo. Oh, hallo. Je kan ook op je buik erop liggen en dan kan je zo op de grond rollen, ja. Ja. Doe maar. Lekker? Ja, doe maar. 1, 2 en dan naar voren. Naar voren. Heppa. Ja, zo ja. Hier komt de ezel aan. Ja, die ziet jullie spelen. En die denkt van nou, dan ga ik eens eventjes kijken. Zo. 1, 2, kijk, die gaat de hele dingen nemen hoor. Nee joh, kom maar, mij raak ik toch niet in. Kijk, en dan zo duwtje, hè. Ja, ga me halen. Nou, we zitten op een bankje. Tenminste, ik zit op een bankje. Te wachten tot die kinderen een beetje klaar zijn. En mijn haar wordt lang. Ja, ik wil wel nu naar huis. Maar ik laat ze nog even lekker spelen. Ik ben echt moe. Maar we zijn hier al een tijdje. We zijn lekker bezig met skippiebal. Nog steeds. Ja, vinden ze leuk. Je zou niet zeggen dat het kleine kinderen zijn, hè? En helemaal vlug. Wel dus. Nou, Charles. Die heeft hier natuurlijk gespeeld. Kijk wat voor zand erin zit. Oh, maar die heb je net gedaan. Oh, nee. Hoppa. Ben je klaar om te gaan, hè? Een nieuwe ronde. Weer om zand erin te doen. Nou, gaan we er weer vandoor. Deze staat al te wachten. Nou, doei doei. Tot de volgende keer allemaal. Kijk, deze is aan de steen aan het likken. Dat vindt hij lekker. Dit is een liksteen. Een liksteen, ja. Ziet er wel echt nog allemaal uit. Zo. Nou, hier heb je allemaal zitplekjes. En een winkeltje natuurlijk. En daar heb je ook nog allemaal dingen. Daar staan al de spullen voor te harken en weet ik veel wat. En al de halsters daar ook nog heel ja, veel. Maar dat heb je binnen ook. Heb je ook allemaal op naam, de halsters. Oh ja, en ik wil toch nog even naar de konijnen. Want ik wil nog even een foto ermee. Dus Chelsea, wil jij die van me maken? Oké. Ja? Oké. Dan ga ik eventjes hier naar deze schatjes. Hoe lief zijn jullie aan het slapen? Hallo, wil je er ook op? Wil je even debuut op YouTube? Nou, kijk eens. Alsjeblieft. Hallo. Hey, wat willen jullie allemaal? Dat is baby. En dit zijn al die babytjes, ja. Kijk, ze met z'n drieën liggen dan. Zo leuk. Oh my god. Je moet spieren. Kijk hoe lief mama konijn ligt te slapen. Mama zit op het konijn. Op het konijn? Zit hij in het hok? Ja, oh. Hij zat in het tunnetje. Hey, kom je weer kijken. Lekker drinken. Drink smakelijk. Hallo. Kom maar. Ik zat op een paard in de zijde. Dus ik een paard die alles deed wat ze zeiden. Kom maar. Dan kreeg ik nooit straf. Hallo. En als je om mij ging rijden, hallo. Dan kon je zo. En niet om mij. Oh, ze vinden je wel heel leuk. Oh, hoi. Oh, kijk, is zo leuk. Oh, de liefie.
Nou, dat hebben we ook weer gehad, de konijntjes. En nu gaan we er vandoor. Gaan we lekker naar huis. En kijk, hier staat ook nog een pony. Of een pony. Een ezeltrailer. Hier kun je wat inschrijven als je het leuk vindt. Ja, Melissa zegt jij ook op ons. Ja. Je had ook mijn ogen ingeschreven. Ja, klopt. En oh, wacht, ik heb nog, volgens mij heb ik nog centjes bij me. Dan kunnen jullie daar in de pot gooien. Hier in de melkbus. Allebei één? Huh? Allebei één? Ja, hier is 1 euro. En dit is 1 euro. Ja. Mogen jullie daarin gooien? Doei. Nou, doei! We gaan nu naar mijn oma. Want daar ga ik Melissa afzetten. Die gaat daar logeren. Ja. Ja, en dan gaan wij straks. We gaan even een bakje thee daar drinken. En dan gaan Chelsea en ik weer daar naar huis. Koffie! Dus, ik drink geen koffie. Ik Lally. Vind koffie lekker. Jij? Ja. Met melk en suiker of niet? Ja. Goeie keus. Nou, we zijn aangekomen bij mijn oma alweer. Hè? Vorige keer in de vlog zag je natuurlijk ook al. En nu weer. We staan met z'n drieën. Mijn nichtje, Melissa. Ook ben ik gewoon gegozen via jou. Ja, niet op je tenen staan. Bijna net zo groot. Ja, maar zij is elk en ik zijn net zo groot. Dat is wel een verschilletje. Wie gaat er even drukken? Ik ga het. Hallo, Kimberly. Kimberly. Kimberly, hier kom je nou. Hou maar, Chels. Ik ben al best lang. Hoi! Hoi! Nou, oma is chagrijnig, dus ze hebben voor elkaar gekregen. Wat hebben we voor elkaar gekregen? Dat we chagrijnig hebben gekregen met de bel. Nee, ja. Maar dat lijkt me niet. Dat is mijn les. Ja, weet ik. Nee! Wel! Wat? Zo. Zij belde iedere keer. Ja, zij deed dat. Ja. Ja. Ze zijn te volgen. Hallo oma. Hallo schat. Hallo schat. Hi. Hallo lieverd. Nou, ga ik wat drinken. Hè? Nou, we zitten even gezellig te eten hier. We hebben allemaal noedels. Noedels. Nou, we zijn net klaar. Tenminste, ik ben klaar. Chelsea nog bezig. Melissa en mijn oma zijn al weggegaan. Want die gaan bij mijn moeder eten. Ja, we hebben niet eens afscheid kunnen nemen. Van? Melissa. We zeiden gewoon doei en hiya. En toen ging ze weg. Dus let's go home. Nou, dan gaan we weer naar huis. We zijn thuis. Hallo. Hallo.